Ankie van Grunsven houdt zich niet alleen bezig met dressuur, maar in haar vrije tijd ook met een andere tak van de paardensport, reining. En daarvoor heeft ze met Wiz de komende maanden een heel goed paard tot haar beschikking. We staan bij Wiz, die meteen al richting de microfoon gaat. Wat voor paard is Wiz? Ja, het is een quarter. En het is een reining, dus western dressuur paard. Daarin heeft hij wedstrijden gelopen. En dat is ook de bedoeling dat hij dat mij een beetje gaat leren. Dus je gaat ook meer richting reining? Ja, ik doe het al een aantal jaren echt voor de hobby erbij. En sinds de Olympische Spelen vorig jaar heb ik van mijn familie en vrienden een heel mooi westernzadel gekregen. Ja, dat kun je niet onbenut in de kast laten liggen. Dus toen heb ik een tijd met een ander paard een half jaar getraind en wedstrijdjes gedaan. Dat paard lag me niet helemaal. En toen ging het weer iets minder fanatiek zijn. En toen heb ik hem via de familie Baak, die zei van, goh, je mag het wel proberen. Ben ik bij hun gaan rijden en dat was echt super fijn. En mocht ik hem dus, ik heb hem te leen of te gebruiken of hoe ik het ook moet noemen. Om in ieder geval te kijken hoe dat allemaal gaat. Ja, en hoe gaat het tot nu toe? Ja, thuis geweldig natuurlijk. Nee. Ja, dat is makkelijk gezegd, hè. Nee, ik heb hem pas een paar weken op stal. En thuis is echt een super fijn paard. En ik heb één keer bij Rieke Young, die mij altijd helpt, één keer zo'n half oefenwedstrijdje gereden. En daar zit ik zelf nog een beetje te stuntelen, vind ik. Maar ik wil echt wel wedstrijden gaan rijden. Dus ik ga nu eerst me voorbereiden op het EK. En als ik dan dadelijk terugkom, ga ik kijken waar ik wat wedstrijden kan starten. En dan is wel de bedoeling dat ik ga kijken of ik in de wedstrijden een beetje mee kan. En op wat voor termijn, over wat voor termijn praat je dan? Ja, het EK. En dan ga ik op vakantie. En als ik terugkom, ik ga nu kijken waar ik dan kan starten. Dan wil ik kijken een paar, natuurlijk bij Ricky eerst nog eens goed gaan trainen. En dan een paar kleine wedstrijdjes. En ik heb in ieder geval in Lyon, daar start ik sowieso met de dressuur. En dan hebben ze een dag later ook een trainingwedstrijd. Maar ik geloof wel dat het gelijk een hele zware is. Maar ja, och, ik heb toch niks te verliezen daar. Dus ik dacht, nou, dan kan ik die mooi meedoen. Dus in Lyon ga ik zeker starten. Maar daarvoor moet ik eigenlijk wel al een paar keer ringen. Maar de dressuurfans hoeven niet bang te zijn. Het is absoluut een hele leuke hobby.